Hoi, ik ben Marloes van den Broek en ik ben als docent werkzaam bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, opleiding verpleegkunde. Daarnaast ben ik projectlid van project Samen HBOV, waarbij we met alle hogescholen samen werken aan het delen van open leermaterialen. Nou, waarom ben ik enthousiast over het delen van leermaterialen? Ik ben ervan overtuigd dat door het delen van leermaterialen met elkaar we de krachten kunnen bundelen, gebruik kunnen maken van elkaars expertise, en hierdoor het onderwijs naar een kwalitatief beter niveau kunnen brengen. Daarnaast kan het ook tijd opleveren. Want waarom allemaal zelf het wiel uitvinden als we ook gebruik kunnen maken van elkaars leermaterialen? Ik heb zelf een achtergrond in de GGZ en door het delen van leermaterialen heb ik ervaren dat door feedback van collega's die ik dan kreeg uit heel het land, mijn lessen heb kunnen aanscherpen en up-to-date blijf. Daarnaast vind ik het fijn om leermaterialen van andere collega's te gebruiken ter inspiratie voor mijn eigen lessen. Een belangrijke tip die ik hierbij heb is wel om samen met je vakgenoten criteria op te stellen in bijvoorbeeld de vorm van een kwaliteitsmodel. Hierdoor voorkom je onnodig zoeken op platformen en zorg je dat je materiaal wat gedeeld wordt ook kwalitatief goed is. Hou het kwaliteitsmodel wel kort en praktisch, zodat het model ook echt gebruikt wordt.